Het lijkt wel dat we op een camping zijn, maar dat is niet hoor. We zijn op de voetbalvelden van JVC Kuik. En die bestaat dit jaar 90 jaar, heb ik me laten vertellen. En bij mij de heer... Wolf, Mels Wolf. Hoi, JVC 90 jaar. Dat is een hele tijd hè? Jazeker. En eigenlijk ter ere van het 90-jarig bestaan hebben we nu een voetbalkamp georganiseerd. Alsmede nog veel meer activiteiten deze maand. Om zowel de jeugd als de ouderen te vermaken. Dus wat we vandaag doen is, we zijn begonnen met wat een beetje voetballen. Een hapje eten. En vanavond hebben die boys allemaal een GPS-tocht. En dan hopelijk gaan ze een beetje bijtijds naar bed. Ik hoop van niet hoor, want er moet eigenlijk toch gefeest worden. Ja, maar morgen wordt er echt gefeest. Want morgen hebben we een vol programma waarbij ze in de ochtend krijgen ze ontbijt. Daarna gaan ze freestyle voetballen. Ze hebben dan een lunch daar achteraan. Ze gaan een zeskamp doen. En natuurlijk het vierliepen gaan ze uitproberen, wat hier zondag plaatsvindt voor de Kuikse vierliepkampioen. Ja. Nou, dat is inderdaad een vol programma. Hoeveel kinderen doen er mee? Verwachten om en nabij de 110, 120 kinderen die zich hebben ingeschreven. Niet iedereen blijft slapen. Zeker in de jongere jeugd wilden niet alle kinderen blijven slapen. Maar de ouderen die zijn hier eigenlijk allemaal. En het is tot de jeugd onder de 15. En dat zijn allemaal JVC'ers. Die voetballen allemaal bij jullie? Allemaal jongens die zich, jongens en meisjes die bij JVC ingeschreven staan dit jaar. Ja. Het is een heel spektakel, hè? Een hele organisatie natuurlijk ook. Veel vrijwilligers? Ja, veel vrijwilligers. We zijn met het core-team van 3 man. Maar daarnaast heeft ieder team meerdere vrijwilligers dit weekend beschikbaar gesteld om de kinderen te helpen. Het zij met het voetballen, het zij met de avond of met eten of iets dergelijks. Dus het hele evenement draait eigenlijk wel op de vrijwilligers. Ja. En nu hoor ik heel veel activiteiten, maar eentje mis ik erbij. Voetballen? Ja, morgenochtend. Dus de hele ochtend een voetbalclinic. Maar meer in het freestyle voetballen dan het daadwerkelijk op het lange veld voetballen. Dus wel voetbal gerelateerd, maar op een iets andere manier. Dus eigenlijk gewoon een hele sportief weekend voor die kinderen. Waarbij ze hopelijk morgen eind van de middag helemaal in elkaar storten. Ja. En jullie daarna nog een feestje of zo? Dat is volgens mij later deze maand of volgende maand. Dan, okay, want voor de volwassenen is er ook iets? Ja, voor de volwassenen is er volgens mij een vrijwilligersavond waarbij wij van harte welkom zijn om een biertje te komen drinken hier in het dorp. Kijk. Goed, nou dan wens ik jou heel veel plezier en gefeliciteerd. Dankjewel. Thank you.
Oh, my God.